karateka's uit binnen- en buitenland doen mee aan dit toernooi. En volgens mij zijn ze er klaar voor, of niet? Ja! I'm living in that 21st century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen do it. Screams from the haters, got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme music. No one man should have all that. Zaterdag 26 oktober organiseert de Budo-vereniging Karate Cup Sittard in samenwerking met Karate School Alken en onder auspiciën van de Karate Do-Bond Nederland alweer de 7e editie van de Open Karate Cup Sittard. In de Stadssporthal namen karateka's uit verschillende landen deel aan het internationale toernooi. 325 deelnemers vanaf 7 jaar streden in verschillende pools om de titel. Nou, dit is eigenlijk een initiatief ontstaan uit de ouders van Karate Muay Thai School Alken. Wij moeten altijd heel ver reizen, naar Holland, naar Duitsland, naar België, maar ook heel ver het landen. En er werd eigenlijk bijna nooit iets in Limburg georganiseerd. En dan hebben zich de ouders en ik, ben ook in het bestuur gaan zitten, zijn we bij elkaar gekomen van KCS. En hebben we gezegd, ja, we gaan het zelf eens doen. Maar dan in de ervaring van alle toernooien, negatieve, positieve, hebben we alles een beetje bij elkaar gepakt. En de vechter staat centraal. Het niveau is hoog, is heel goed. Dus ik ben er heel erg te spreken over. Die van ons die moeten zich de borst nat maken. Maar dat moeten ze zich overal. Want elke partij is in finales. En we hebben zelf in onze school hele grote toppers. Maar die komen hier ook weer tegen toppers. En dan is het net winnen, net verliezen. En ook wel eens verliezen. Dat hoort er gewoon bij. Hoe leeft de karatesport hier in Limburg? Nou, de karatesport in Limburg leeft heel goed. Als je kijkt, bij ons zitten, heb ik zo'n 230 karateka's die bij me trainen. Heel veel wedstrijdvechters. En we hebben vandaag 43 mensen meevechten. Dus ja, het leeft. Het leeft gewoon. En je ziet het ook, ja, veel mensen, veel sfeer. Ja, dat is goed. De eerste wedstrijden van het toernooi waren voor de categorieën 7 tot en met 11 jaar. Het niveau was hoog en onder begeleiding van de coach vochten de kinderen voor een plekje in de finale. Hoe gaat het met jou op het toernooi? Ja, wel goed. Ik sta nu in de finale hier. Spannend? Ja, ik vind het van wel. En hoe heb je dat bereikt? Door tactisch te vechten en sterk. En veel op de counter. Wat houdt dat in, tactisch vechten? Zei u? Wat houdt dat in, tactisch vechten? Beetje uitleggen? Heel slim vechten. En dan op het juiste moment pakken. Hey, jullie staan zo meteen in de finale, of niet? Ja. En hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Met stoten en schoppen en zo. Hoeveel wedstrijden hebben jullie al gespeeld? Ik 3. Ik ook 3. En die ging heel goed? Ja. Ik had één keer, hadden we 2-2 en had ik meer vlaggen en dan had ik gewonnen. En dadelijk moeten jullie gewoon alleen nog de finale spelen? Ja. Weet je al wie de tegenstander is? Ja. Is het goed? Ja. Ga je het winnen? Ik hoop van wel, ja. En jij? Ja, ik denk dat ik het wel ga winnen. Ja. Kan je een beetje uitleggen hoe dat gaat, zo'n wedstrijd voor karate, voor mensen die dat niet weten? Ja, je moet gewoon... De coachen, dat zijn degenen die op de stoel zitten en die roepen dan wat je moet doen. En je moet rood of blauw aan om te vechten en je tegenstander heeft dan de tegenstanders kleur. Daar zitten ook mensen achter het bord en die tellen de punten op. En als je, je mag het hoofd niet raken. Als je het hoofd raakt, dan word je dan krijg je een strafpunt. En als je 4 strafpunten hebt, dan word je gedisqualificeerd. Jelano Lindelauf heeft al 4 keer het toernooi gewonnen. Hij zal over een paar weken deelnemen aan het WK Karate in Spanje. Nee, dit jaar doe ik niet mee, want ik ga dus naar het WK. En dus voor blessures te voorkomen doe ik dan niet mee. Maar ik heb nu dus ook al een blessure. En dus kan ik niet meedoen. En ik gewoon even rustig aan, zodat ik op het WK wel goed daar voor de dag kan komen. WK is hoog niveau. Ja. Wat heb je er allemaal voor gedaan? Nou, sowieso moet je heel hard trainen om alleen al om je te plaatsen. Daarna moet je nog presteren op de meetmomenten om punten te halen. En dan uiteindelijk als je genoeg punten hebt, kan je naar een WK of EK. Waar is het WK? In Spanje, in Guadalajara. En hoe lang duurt het? We gaan vertrekken de 5 november en we blijven tot zondag. Je bent er klaar voor al? Ja, ik ben er klaar voor. Ik ga mijn best doen. De deelnemers delen alle één passie, karate. Wat vinden zij het mooie aan deze sport? Het is goed voor zelfverdediging. Maar het is niet, als sommige mensen denken, echt vechten, maar meer zelfverdediging. Is het nou ook een beetje een gevaarlijke sport? Ja, heel soms, maar soms ook weer niet. Ja, het is ook gezellig met anderen en dan ja, samenwerking en veel structuur. Ja, gezellig.
Het is gewoon heel erg leuk. En is het nou ook een beetje een gevaarlijke sport? Ja, soms wel, maar soms ook niet. Del comune è testimoniata anche dal fatto che il primo cittadino è qui con noi oggi e noi vogliamo ringraziarlo per questo e quindi vorrei chiamare il nostro sindaco, il dottor Luigi Bobbio, a cui vogliamo dare una targa di ricordo per la manifestazione. Attraverso gli occhi di queste giovani atlete e delle loro squadre di far vedere al mondo che Castellammare è una bella città, è una bella realtà, è una città in cui ci sono, vivono e lavorano tantissime persone per bene, tanti appassionati non solo di tennis ma appassionati della loro città. Noi siamo tutti convinti che attraverso eventi come questi Castellammare non può che ormai percorrere serenamente la propria strada verso un futuro migliore, più bello e più importante di quello che purtroppo abbiamo dovuto vivere fino a ieri sostanzialmente. Quello che posso dire è che adesso il complesso tecnico vive e opera all'interno del complesso termale. Le nostre terme attraversano da parecchio tempo un periodo di difficoltà dal quale stiamo uscendo. Il mio impegno come sindaco e come azionista e proprietario delle terme è quello di mettere in campo tutte le politiche attive, quindi le politiche di investimenti e progettuali, per fare dare una crescita definitiva a questo complesso, a questo circolo, a questo contesto sportivo, in maniera tale da poter essere strutturati già nei prossimi mesi per poterci candidare a ospitare un altro grande e importante evento, qual è la Coppa Davis. Quindi diamoci un appuntamento per la prossima. Re, foto di Vito. Facciamolo girare.